Ik sta hier bij de keten van Meet the Locals met Rutger Remkes van Young Gangsters. Yes. Aankomende week, en bedoel ik eigenlijk vrijdag, komt Robert Freeman zijn befaamde preek voeren over de inner Jesus, om je inner Jesus te vinden. En Guess Who's Back gaat over Jezus die terugkomt en een voorstelling over geloof en over wat je met geloof kan, wat geloof met jou doet. En hoe jij je laat invloeden door het geloof. Met opzwepende muziek, spektakel, productiemeisjes. Maar Rutger, voordat je verder gaat, want we staan hier op de Fab City en jullie gaan hier toneel spelen. Ja. Ja, in dat theater daar. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, laten we hier langs. Ja. Want wij gaan plaats maken met de Kate. Ik ben hier 5 minuten geleden aangekomen, dus ik kan nog niet zo heel veel laten zien. Maar ik ben natuurlijk wel bekend. Ja. Kijk, dat is Rob. Ja. Dus we spelen alles op locatie, het is buiten. Ja. Dus bij mooi weer trek wat zomers aan, bij slecht weer neem een poncho mee. Ja. Dit is het podium waar Robert Freeman, onze befaamde spreker, altijd zijn woord verspreidt. Hij komt uit Amerika. Ja. En hij heeft zijn band, Charlie's Angels wilde ik bijna zeggen, maar ik ben even zijn naam kwijt. Brothers in Paradise. Brothers in Paradise, de band, ook wel bekend als Suzy's Haarlok, komen hier prachtige muziek spelen. Het is theater, het is echt van alles. Je moet het echt wel komen zien, het is echt fantastisch. En wanneer spelen jullie voor het eerst? 13 mei om 8:30 tot en met zondag. De zondag een week later. Ja, 22. Ja. Ja. En dan, s'avonds. Ja, en dan dus vrijdag 13 mei. Ja. En dan zaterdag, zondag en maandag ook om 3:00 en om 8:30. Super. En wij gaan even met de Kate aan de kant. Ja. We gaan achter de container staan, zodat we niet in het toneelbeeld staan. Ja, dat moet even aan de kant. Ja, we gaan aan de kant. Oké, heel veel succes met Young Gangsters. Young Gangsters, Guess Who's Back. Right.